Yo mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag is het zover. Zoals jullie gaan zien, ga ik reageren op Bankster voor video's. Maar voor we gaan beginnen, als het goed is, is op dit moment de Bankster Merch Live. Ik heb het niet aan, want ik ga straks met de Bankster op vakantie. Dus al mijn Bankster zit in mijn koffer. Jawel. Wat vind je trouwens nu van mijn snorretje in mijn baard? Zijn we er inmiddels al aan gewend? In ieder geval, ik ga met de Bankster op vakantie. Dat wordt super nice. Maar hopelijk hebben jullie de video op Bankster kanaal al gezien. De fantastische track die we online hebben gegooid. Hopelijk vonden jullie het nice. De Bankster de merch samen met Nike. Fantastisch. Voordat we deze video beginnen, abonneer op mijn kanaal. Kan hier beneden. Ik wil vandaag 500 abonnees erbij. Om blij te zijn met de bankzitters. Ja. Like ook deze video. Ik zit trouwens dit keer. Dit is echt onwaar. Ik ga het niet lang echt zien. Moet je luisteren. Dat werkt, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles. Ik ben ook niet van steen. Misschien Oost-in die stoof. Maar soms spook je nog steeds in mijn hoofd. De kans voor de fan. Ik ga hem liken. Ik heb respect dat ze dit online gooien. Slim is een tweede, maar ik ga het wel liken. En wij drie. We gaan even wat mooie momenten kijken van de bankjes die voetballen. Ik vind het met name mooi als Mark de lat raakt. Ja, Mark, de beast. Ja, ja. Het is ook, Mark komt altijd zo onschuldig over. Maar Mark is eigenlijk gewoon gemeen. Want dan scoort hij, dan gaat iedereen lopen sussen en zo. Dit was dus een bankje, de crossbar challenge video. En dit stuk vond ik wel erg nice, moet ik zeggen. Iedereen mocht hier nog schieten. Ik lag er al uit, dat is een beetje jammer. Milo schoot meteen op de lat. Gewoon instant. Gewoon meteen. Hoe kan dat? Milo kan helemaal niet voetballen. En dan schoot Matty ook op de lat. Dus hadden Milo en Matty achter elkaar op de lat geschoten. En Raoul schoot ook op de lat. En toen Mark dus schieten, dat de rest op de lat geschoten. Hij moest al twee keer schieten, want mensen waren voor hun beurt te gaan. En toen gebeurde dit. En toen schreeuwde hij gewoon keihard. Jullie moeders! Waar slaat het op? Helemaal nergens op. We hebben hier mijn 1 na meest bekeken video. Voetbalchallenge met de bankzitters. Mensen vinden dat ik veranderd ben als je me zo ziet. Ja, kijk, ik zie er natuurlijk wat volwassener uit. Ik heb nu een snor en een baard. Maar ik weet ook niet waarom ik dacht dat het nice was om in volledig grijs te gaan. No. De flinke joekels op mijn voorhoofd trouwens, als je dat ziet. Niet heel best. En we hadden dus de voetbalchallenge en Matty moest beginnen met een Rabona. Jezus Christus, wat een Younes op mijn voorhoofd. Holy shit, hoe kan dat überhaupt? Ik heb nu best wel een clean voorhoofd, moet ik zeggen. Zeker in vergelijking met die tijd. Jezus, criminelen. Zie je wel, mensen, het komt altijd goed met je. Gewoon, als je ouder wordt, ga je puist vanzelf weg en drink veel water. Deze Rabona schoot je gewoon over. Hoe schiet je een Rabona over? Jongen. Maar het beste moment in deze video. Er zijn eigenlijk 2 goede momenten in deze video. De eerste was toevallig weer met Mark. Ja, volledig toevallig. Ik kan er verder ook niks aan doen. Het was gewoon toevallig met Mark. De voetbalskills van Mark. Snyder team, fantastisch shirtje. Iedereen schoot op de bal. Was er niet blij mee. Ik vind het ook nog steeds leuk om ernaar te kijken. Dat Mark zo onderuit. Die telt niet met die vinger. Fucking nice. Oh no. Hij telt. Fucking boezen dat dit telt. Laat helemaal nergens op. Maar wel gelachen voor de rest. Wel zeker gelachen. Even een kleine. Even een kleine herhaling nog. Komt die. Wat gebeurt er ook? Ik heb het eigenlijk nog nooit echt gekeken. Voor mij komt de bal tegen Mark aan op de bal. De bal komt tegen Mark aan eerst. Hij voor mij tegen Mark. Ja, op de bal. Dan rolt de bal en dan schiet hij die bal gewoon alsnog naast. Wel echt mooi. Zwaar genoten. Nou hadden we natuurlijk ook nog Milo. En Milo, ja, die kan natuurlijk echt helemaal niks eigenlijk. Hij moest een bal scoren met een hakje. Dit is zo slecht. Kijk, ik zelf kan echt niet voetballen, maar dit is zo slecht. Op het Bankster-kanaal hebben we ook een Target voetbalchallenge gedaan. De Target moest op Target schieten. Die heeft ook echt 672.000 views. We gingen eerst steen, puur schaar doen om te kijken wie er mocht beginnen met schieten. Oké, doen we het eerst bij de 3 is. Steen, puur schaar, die wint. Steen, puur schaar. Ah, man. Oké, dan. Steen, puur schaar. Nee, de laatste keer, hè. Wij zijn echt zo grappig, jongen. Wij zijn zo grappig. Mark, 3 keer gewonnen. Ongelooflijk. Mark was oprecht niet slecht deze video. Oprecht hadden we allemaal wel een paar aardig geschoten. Helemaal niet verkeerd. Kijk, Milo kan natuurlijk echt helemaal niks. Die kan natuurlijk echt helemaal niet keepen. Ook Raoul zat er lekker in deze pot. Zit hier eerst nog een schotje van mij die Milo goed tegenhoudt. What the fuck? Kan dat? Holy shit. We wilden hier Mark brengen. We dachten dat Mark moest schieten. Dus hadden we een rolletje tape achter de bal gelegd. Zodat hij dat zou schieten. Dat zou in Milo's hoofd komen. Zou Milo doodgaan. Begrafenis, erfenis, FIFA points kopen op ikwildegoed.nl. Dat was zeg maar ons idee. Helaas ging Raoul schieten. En die zag het pakje tape liggen. Echt jammer. Maar daardoor gebeurde wel dit. Boom! Boom, FC Roelie. Toen had ik ook een van de weinige goede schoten die ik ooit gelost heb in mijn leven. Daar komt hij, mensen, zijn er klaar voor. Let goed op, dit is een belangrijk moment voor mij.
Oh, wat jammer. Fuck, fuck, fuck. Zo close. En had ik vol met een kleine knuckle had ik dat targetje geraakt. Dat was echt heerlijk geweest. Maar helaas, dat mocht niet zo zijn. Ik baal hier wel van, moet ik zeggen. Ik baal hier flink van. Ook Mark was dichtbij. Bij zijn target hit. Oh, paaltje Mark. En meteen erachteraan dat Rob van, nu ben ik er klaar mee. Ziek schot. Fucking ziek schot. Niet normaal ziek schot. Hij loopt er gewoon perfect aan. En bam! Vol op het target. Heerlijk. Hier nog een schotje van mij. Ook niet verkeerd. Anders was hij misschien nog opgegaan. Ja. Dit is trouwens ook mooi. Dat was een video van Mattie waar Bas en ik bij waren. En toen zei hij van ja, we gaan ballen schieten in de kruising. En toen zei Bas dit. Neem even aan dan, dan pak ik hem meteen erin. En Ron, dan schiet ik hem meteen even doorheen. Let me tell you something, boy. Schiet hem gewoon één keer erdoor. Het is ongelooflijk. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ongekend. Vrije trappen, koning Bas. Het is niet normaal. Ongekend. Ik schoot er ook nog wel eentje aardig binnen in deze video. Al zeg ik het zelf. Helemaal niks mis mee. Niks mis mee. Heerlijk erin. Ja hoor. Oh, wat een fantastische herhaling. In de zon. Bal verdwijnt in de zon. En daar is hij. Jawel. Op de GoPro. Wereld. Wereld. Ik ben echt een ginger trouwens. Hou je back, Effie. Matthew, hou je back, jongen. Ik ben helemaal geen ginger. Mijn haar is blond. Bruin, blond. Mijn baard daarentegen is wel ginger. Nou, in ieder geval rossig. Dat is wel een beetje smerig. Oké, mensen, wat denken we? Krijg ik deze bal rechtsboven? Ja of nee? Uiteraard. Ja. Want ik ben een legend. Een footballing legend. Mat linksonder. Gaat het goed of niet? Ik heb geen idee. Ik denk dat hij niet goed gaat. Jezus, wat goed, zeg. We waren ook aan het meme, dat we gingen zeggen, jezus wat goed. Dat Rob niet meer wist of het boven of onder moest, of dat het goed had of fout. Quality banter, echt super leuk. Bas gaat linksboven, deze zit er sowieso in. Kan niet anders, kan niet anders. Ja, goed, lekker hoor Bas. En Raoul rechtsonder. Houd Rob hem. Rob houdt hem. Hij raakt volgens mij geblesseerd naar Rob. Volgens mij kwam het hierdoor, omdat hij die bal zo tegenhield. En toen was het, auw, enkel. Door het midden. Oh mijn god, schiet me een panenka over. Oh, waarom ben ik zo slecht in voetbal? Laat een like achter als je beter in voetbal bent dan ik. Nou, dat worden dan, als deze video 100.000 views haalt, 99.000 likes. Want 1000 mensen zijn waarschijnlijk nog slechter dan ik. Want die hebben geen benen. Ja. Dit is ook mooi. Ik moet dus linksonder. Ja. Ja, was goed. Ja, was goed. In mijn eigen video zegt iemand van, nou, zeg ik, ja, was goed. Wat is mijn video? Ik precies lekker zelf wat goed is. En deze was zeker goed. Wat is dit? Wat is dit? Zo, ik was bijna onthoofd daar. Bijna onthoofd door Mattie. Ongekend. Oké, genoeg. Wat een onzin. Wat hebben we toch een ongelofelijke onzin video's gemaakt. Mensen, ik kan je beloven. In de komende paar maanden komen er zeker weer nieuwe voetbalvideo's aan. Misschien niet op het Bankjes kanaal, misschien ook wel. Misschien wel op onze eigen kanalen. Maakt allemaal geen reet uit. Heb je de clip al gezien van de Bankjes? Zo niet, kijk in de beschrijving. Koop Bankzitters merch! En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!